Schalkwijk is een droom van ouders die allemaal een kind hebben met een mate of ernstige verstandelijke beperking. Mm-hmm. Die hebben elkaar leren kennen op de Betere Hoek, een dagbesteding van Renaud. We hadden allemaal hetzelfde punt van onze kinderen worden ouder, die moeten straks ergens gaan wonen. En wij zagen in de omgeving nergens een mogelijkheid voor onze kinderen om daar te kunnen wonen. Mm-hmm. Ze hebben bij elkaar gezeten en ze hebben onze droom eigenlijk onder woorden gebracht voor een woonomgeving met dagbesteding. Mm-hmm. Nou, de droom is eigenlijk een omgeving, in een landelijke omgeving, in de buurt van Schalkwijk hebben wij dan bedacht. Waar we een mooie woonomgeving gaan bouwen. Vier, vijf huizen voor 8 personen. Waar dan de mensen kunnen gaan wonen. Met los daarvan een dagbesteding. Zodat als ze naar de dagbesteding gaan, ze daar naartoe kunnen wandelen. Toch even buiten zijn. En daar hun dagbesteding kunnen doen. En wellicht ook wel andere mensen van buiten dan gebruik kunnen maken van die dagbesteding. Zodat we ook wat binding houden met de maatschappij. En misschien wel mensen van die daar wonen in Houten of Schalkwijk een dagbesteding kunnen doen. Activiteiten. Nou, we zijn het initiatief gestart eerst als ouders gewoon gezegd, nou wat willen we? We willen gewoond. We hebben contact gezocht met Renaarde, met Flip Meijsen, de manager van Beter in Hoek. En hebben gevraagd, kunnen jullie ons helpen hoe dat opgezet moet worden? Want wij hebben wel een droom, maar wij hebben niet kennis en kunde om dat goed op te gaan zetten. Ja. Daar hebben we hulp nodig van een professionele organisatie. Die weten wat erbij kan kijken voor een stuk grond, voor het bouwen, voor de zorg die je dan straks nodig hebt, die je kunt inkopen. Ja. Want wij kunnen wel zeggen, ja, we willen een 1-op-1 verzorging van ons kind hebben. Ja, dat gaat natuurlijk in de papieren lopen en er zitten ook wettelijke regels aan. Ja. Daar hebben we Reinaarde voor gevraagd. Ja, onze zorg voor onze kinderen stopt nooit. Daarom hebben wij ons droom ook op papier gezet en willen wij dicht bij huis realiseren. Zodat wij zelf op de fiets kunnen stappen, even gauw om de hoek gaan kijken, even koffie drinken. Maar voor de ouders die verder weg wonen, willen wij ook graag een logeerhuis. Zodat de ouders bij de kinderen kunnen gaan logeren in een apart huis. Dicht bij hun kind kunnen zijn. Het kind hoeft niet uit zijn ritme, want dat is vaak ook een probleem. Haal je kind een weekend naar huis. Sommige kinderen hebben dan die schakeling. Het is zo lastig dat eigenlijk het weekend al nodig is om de schakeling te maken. En dan is het weekend om. Ja. Dus om de kinderen een rustige woonsituatie te geven. Waar zij daar lekker naar buiten kunnen fietsen. In de moestuin kunnen. Trampolines springen. Waar wij als ouders lekker naartoe kunnen gaan. En daar ook eventueel kunnen verblijven. Een verjaardag kunnen vieren in dat huis. Ja, het blijft onze zorg. Er is niks prettiger als het gevoel hebben dat je kind een veilige en prettige woonsituatie heeft. Waarbij jij zelf nog zeer regelmatig in de week bij langs kan gaan en de dingen kan doen. En dan ook voor de andere bewoners daar misschien van betekenis kan zijn. Ja. Nou, gaf je al aan van de zorg dichtbij, hè, en de ondersteuning van Reinaarde. Jullie maken nu ook gebruik van voorzieningen, neem ik aan. Ja. En wat is de grootste winst die jullie denken te behalen als dit gerealiseerd kan worden? De grootste winst die wij denken te behalen is dat we... Wij hebben onze zoon ook nu nog thuis. Dus we hebben van 's morgens 6 tot 's avonds 10 bezig met zorgen. Dat die last bij ons weggehaald wordt doordat hij daar kan wonen. Maar dat we wel, op het moment dat er dingen nodig zijn die aan hem kunnen leveren, dat we wel heel dichtbij zitten om toch de ondersteuning te leveren die wij als ouders gewoon willen leveren. Ja. Dus wel die participatie met die zorg mee blijven doen. Ja. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Ik denk dat het is niet zomaar gerealiseerd. Nee. Dus wat dat betreft is misschien ook nog wel iets voor een college of een wethouder. Wat zou de verwachting zijn van jullie uit naar een wethouder zoals ik ben? Nou, wij hopen dat de wethouders van Houten in ieder geval ons steunen bij de realisatie. Want we zullen straks land moeten hebben, bouwvergunningen, allerlei vergunningen. Dat we daar vanuit de gemeente Houten in ieder geval medewerking krijgen. Om die tijd die het kost om dat voor elkaar te krijgen, die zo kort mogelijk te houden. Ja, dus eigenlijk gaat het ook, weet wie wij zijn. Weet wat onze bedoelingen zijn en help ons als het kan. Ja, ja. Nou, geweldig. Hey, veel succes. Ja, nou, ik droom graag met jullie mee, want voor mij is het een hele mooie droom. Maar is het nog veel mooier als we die droom werkelijkheid kunnen maken. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Nou, heel mooi. Dankjewel.